Op Curaçao is een Amerikaans toestel aangekomen met hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela. De 50 ton goederen zijn afkomstig van Venezolanen die in Amerika wonen. Ze willen met de goederen de nood verlichten in Venezuela. In dat land is tekort aan alles, voedsel en medicijnen. Op Curaçao worden de goederen voorlopig opgeslagen, want de Venezolaanse president Maduro wil niks weten van die hulp. Volgens hem is er helemaal geen crisis in zijn land. Hij ziet de hulp als een Amerikaanse provocatie. Het heeft wat voeten in de aarde gehad omdat de Amerikaanse hulp een politieke lading kreeg. Maar met de komst van het eerste vliegtuig vandaag is de moeilijke horde genomen en zullen meer vluchten de komende dagen volgen. De goederen blijven nog even staan op Curaçao, want de grenzen zijn dicht en niemand weet wanneer die weer open gaan. Dick Draaier was dat. President Maduro heeft vandaag ook de grens met Brazilië gesloten en hij overweegt hetzelfde te doen met de grens met Colombia.